Een van mijn dromen is om in scholen leraren samen te brengen in een kringgesprek, in een cirkel, zonder tafels. En een gesprek te voeren over onszelf. Hoe dat wij onszelf zien als leraar. En wat onze diepste bewogenheid is, waarom dat we ooit leraar geworden zijn. En dat delen met elkaar in een sfeer van veiligheid, kwetsbaarheid, authenticiteit. Waar dat we mee worstelen, waar dat we onszelf in herkennen. Het gaat dan niet een gesprek over didactiek, of over leertrajecten, curricula, klasmanagement of vakinhouden. Het gaat hem over onszelf, hoe dat we onszelf zien. Het zelfverstaan van Kelchtermans. En in dat soort gesprek volg ik de benadering van Hubert Hermans rond identiteit, onszelf als leraar. En dat was ook de kern van mijn promotieonderzoek. Jezelf boetseren in je beroepsrol. Want een beroepsrol is een competentieprofiel. Een sociale rol, kun je zeggen. Tegelijkertijd is het een speelruimte waarin dat je je eigen persoon kunt leggen. Er is veel meer speelruimte dan dat we denken. En identiteit construeer je. Dat was ook de oorspronkelijke titel van mijn promotieonderzoek. How teachers construct their identity. Identiteit is een constructie en niet iets waar je mee geboren bent. Het is een verhaal die je aan jezelf vertelt en ontstaat in de loop van je loopbaan. Hubert Hermans ziet identiteit als een geheel van positioneringen in verhouding met de actoren rondom je. Het gaat dan dus niet over kernkwaliteiten, talenten of competenties, maar over positioneringen. Bijvoorbeeld je positionering, je verhouding met leerlingen. Wat betekenen leerlingen voor jou als leraar? Wat betekent je vak voor jou als leraar? Sommige leraren hebben niet zoveel met hun vak, anderen vinden hun vak bijzonder belangrijk. Collega's, het schoolgebouw, maar ook de directie, de onderwijsvernieuwingen, de didactische werkvormen, je eigen familie, andere sociale rollen. Ik noem dat stakeholders. Je wordt eigenlijk omringd door actoren waar dat je een bepaalde verhouding mee kunt hebben. Hubert Hermans noemt dat positioneringen. En het geheel, het samenspel van al die verhoudingen, is een groot deel van je identiteit als leraar in dit geval. Omdat ik van methodiek hou, ik ben een methodiekontwikkelaar, heb ik een identiteitsgesprek bedacht. En deze mindmap is een mooie visualisatie van deze opvatting van identiteit. Hier schrijf ik de naam van de leraar. En hier rondom je zie je alle stakeholders waar dat die leraar een bepaalde verhouding mee kan hebben. De leerlingen kan hij een bepaalde verhouding mee hebben. Zijn vak, ook de maatschappij, hogere doelen, collega's, de schooldirectie, het schoolgebouw, het onderwijs, communities. Maar ook zichzelf, zijn eigen rollen, zijn biografie, zijn familie, de didactische werkvormen, de onderwijstheorieën. Al deze stakeholders, al deze actoren, daar kan de leraar een bepaalde verhouding mee hebben. Een identiteitsgesprek is dus heel eenvoudig. Je overloopt alle mogelijke verhoudingen en ik begin meestal met leerlingen. De vraagstelling is dan, wat betekenen leerlingen voor jou? Is dat een belangrijk onderdeel in jouw identiteit als leraar? Wat betekent je vak voor jou? Wat betekenen je collega's voor je? Welk hoger doel zit er in je werk? Enzovoort, enzovoort. Dit identiteitsgesprek, daar geef ik een voorbeeld van. Ik heb de naam van de leraar gewist. Ik zal haar nu eventjes Ria noemen. En dit is een notitieblad van deze mindmap die op een uur tijd opgetekend wordt. Ik begin met leerlingen en overloop alle mogelijke verhoudingen en ga veel samenvatten en beeld vormen. Ria is bijvoorbeeld een lerares van rond de 40 jaar die in het eerste jaar middelbaar onderwijs werkt met leerlingen van 13, 14 jaar. En daarvan zegt ze, ik zie kinderen graag evolueren. De overgang van het lager onderwijs naar het middelbaar onderwijs is psychologisch gigantisch, zegt ze. Daar kan ze enorm van genieten. Het gaat om de kinderen, zegt ze. Ze gebruikt niet het woord leerlingen, ze gebruikt het woord kinderen. Wat suggereert dat ze eigenlijk zich eerder als een moeder verhoudt met de kinderen. Alle kinderen mee, zegt ze. In elk kind zit iets goeds. No child behind, hoor ik daar. Ze is echt bewogen vanuit een hoger doel. Om de kinderen te helpen zich ontwikkelen als kind. En iedereen mee. Ze heeft het vak Frans.
Met dat vak Frans heet ze niet zoveel. Het had evengoed een ander vak kunnen zijn, dat is secundair. Ze werd in een school, cultuur, die ze elitair noemt. Het gaat er hard aan toe, zegt ze. Als leerlingen niet mee kunnen, dan vliegen ze eruit. Omdat ze bewogen is om iedereen mee te krijgen, is ze ingegaan op een voorstel van een overkoepelende directeur om te zetelen in een kerngroep. En die kerngroep bestaat uit die directeur, haar eigen directie en nog coördinatoren en collega's. En de kerngroep heeft als taak om die cultuur, de schoolcultuur, te veranderen naar meer gerichtheid naar leerlingen. Om die elitaire cultuur aan te pakken. Nu merkt ze gaandeweg dat ze zich niet thuis voelt in die kerngroep. Die kerngroep is te weinig gericht op de inhoud. De kerngroep is strategisch bezig. Die willen aan organisatieontwikkeling, aan cultuuromslag doen. En ze merkt van zichzelf dat ze geen zo'n strategische of diplomatische persoon is. Ze is een inhoudelijke persoon met een groot hart voor die kinderen. Maar strategisch bezig zijn, daar herkent ze zichzelf niet in. Bovendien is de directie niet krachtig genoeg om de visie te dragen. En zegt ze, de collega's worden nu een beetje mijn tegenpartij, want die collega's moet ik proberen mee te krijgen in die cultuuromslag en er ontstaat een conflict. Kortom, die kerngroep, dat is niet haar identiteit, daar voelt ze zich niet in thuis. Toen we zo aan het nadenken waren over haar zelfverstaan, kwam ze op het idee om aan de overkoepelende directeur een voorstel in te dienen om in een werkgroep te zetelen, de werkgroep diversiteit. Want ze wil wel meer doen dan alleen maar in haar eigen klasje goed werk leveren. Ze is kritisch en ze wil die school veranderen. Dus in die werkgroep past wel bij haar identiteit, want deze werkgroep is inhoudelijk, zegt ze. Geen kerngroep, maar een werkgroep. En dit is eigenlijk een heel mooi voorbeeld hoe een bepaalde verhouding belangrijk is voor de eigen identiteit. Ze vindt zich niet terug in een kerngroep, maar ze herkent wel zichzelf. Ze vindt zichzelf terug in een werkgroep die inhoudelijk werkt. En dat zal haar helpen om tot rust te komen in haar leraar zijn in de volgende fase van haar loopbaan. Dit gesprek gaf haar rust en ook zelfsturing. Ze weet wat haar te doen staat. Dit gesprek kan in een coachingskader gebeuren, maar voor mij eigenlijk is het nog veel breder te doen om de school zelf, de onderwijscultuur. Vandaar dat ik stel, het gaat hem over de brug tussen de persoonlijke ontwikkeling, professionalisering en schoolbeleid. Die verschillende lagen, onze individuele ontwikkeling als leraar, de teamontwikkeling, de cultuurontwikkeling binnen de school en de onderwijsontwikkeling, die verschillende lagen daartussen verbinden, daar is het voor mij eigenlijk om te doen. Als we met leraren in een kring gaan zitten en een gesprek voeren over hoe dat we onszelf zien in onze identiteit. In dit soort mindmap kan daarbij helpen. We geven een voorbeeld, we demonstreren het gesprek en we doen het gesprek collectief. We spreken elk om beurt, gaat zijn eigen zelfverstaan uitdrukken en zich laten bevragen door collega's. We luisteren naar elkaar en zo ontstaat er kruisbestuiving. In die kring, in die ontwikkelcirkels, zoals ik ze noem, ontstaat er zoveel verbinding dat ik het noem het injecteren van een kloppend hart in de school. Omdat er is niets krachtiger dan leraren die samen zitten en op een authentieke, kwetsbare manier hun eigen verhaal delen met elkaar. Dat creëert in een school een cultuurvernieuwing van binnenuit, onderwijsontwikkeling van binnenuit. Daar ben ik mee bezig. En ik geloof heel sterk in de kracht van het gesprek, het groepsgesprek, rond te beginnen met onszelf. Hoe dat we onszelf zien als leraar en contact maken met onze diepste bewogenheid en onze worsteling om in die bestaande contexten onze mooiste dingen van onszelf te kunnen doen en blijven doen. Daar wil ik echt graag aan meewerken.